Goedemiddag dames en heren, het is woensdag 26 april 2017. Welkom bij Nieuws 1. Het DNA-lid Melvin Bouva is ook niet gelukkig met de doorvoering van de brandstofprijsverhogingen, maar zegt wel begrip op te kunnen brengen voor de reden waarom dit is gedaan. Het is namelijk zo dat deze extra belasting de financiële huishouding van de staat in balans moet helpen brengen. Verder is hij van oordeel dat de vakbeweging die nu de straat op zoekt om te demonstreren, eerder op de uitnodiging van de regering zou kunnen ingaan om dialoog te hebben. Niemand is het eens met de verhoging van de brandstof. Ik weet 100% zeker dat ook de verantwoordelijken voor de verhoging van de brandstofprijs het niet eens zijn met de verhoging van de brandstofprijs. Maar de verhoging van de brandstofprijs is gekoppeld aan een noodzakelijk vereiste om met name door middel van belastingen te kijken hoe gaan we het enorm gat dat is geslagen door de terugval van de inkomsten van de staat vanaf 2013 en 2014, wat tappen olle dat die. En natuurlijk is belasting een manier om dat te doen. Dit is een vorm van belasting waarvoor er is gekozen en in geen enkel land in de wereld, meneer Lindveld, is maar breedief op een belasting. Maar als je daar tegenover zet dat je inkomsten moet hebben, om onder andere, heb ze net gesproken over gezondheidszorg, om je gezondheidszorg te garanderen voor mensen. Voor zorg dat ik tien kan gas koren, voor zorg dat ik stroom naar wat rade, dan heb je een keuze te maken. En dan moeten we net als we toen niet de verhoging, in de volksmond makkelijk gezegd de verhoging, maar de afschaffing van de subsidie op water en elektriciteit, hebben we die samenleving gevraagd hoe draai aan uw parboten. Niemand stapt meer uit huis en laat ze airco gewoon zo draaien. Niemand laat maar een lichtpunt in een locatie waar men niet langer is. Dus het eist en het vraagt natuurlijk een extra effort voor ons allemaal. Het is niet prettig. Ik ben er ook niet eens mee. Niemand is er eens mee. Maar in een tijd waar je moet kijken van luister nou, ik verdien de 150 gulden door omstandigheden. Over de omstandigheden kunnen we van mening verschillen. Politiek zeggen de anderen van ja, je hebt verspild, er is corruptie geweest. Dat is natuurlijk een politiek verhaal. De feiten, de cijfers liggen anders. De minister van Financiën is nu bezig dat verder uit te leggen. Maar van die 150 gulden heb je nu 80 gulden. Je moet stappen ollen nu om die verplichtingen, die op zijn minst 120 gulden zijn, om die te gaan voldoen. En daar is deze belastingvorm een deel van. En ik zeg tegen de vakbeweging nog gisteren, informeel, maar ook in een interview, plaats dat je je tijd voordoet, en zo noem ik dat, ook voor hun achter, maakt niet uit, plaats dat je tijd voordoet om op straat te gaan, om te gaan lopen met een paar honderd mensen, laten we kijken wat zijn de fundamentele dingen die we moeten doen om de financiële situatie nu te verbeteren. Er is een meer inkomsten door die belasting, ik denk de minister zegt 30, 35 miljoen op maandbasis. Laten we kijken over een compensatie voor jouw eigen mensen, voor de arbeiders, voor de werklozen, voor de mensen met een beperking, voor de senioren. Dat van 30 miljoen dat die minister, dat niet alles gaat naar wegen en weet ik veel wat dan meer. Ja. Maar laat ook een beetje kopen naar andere groepen. Maar dus dat is de visie. Om uit de financiële crisis te geraken is hij voorstander van een niet-traditionele aanpak voor de inning van belastinggelden in onder andere de goudsector. Kijk, je kijkt als beleidsmaker, dat logo, terecht, de regering zegt van luister, we hebben een enorme val gehad. De regering zegt van wij zullen, en we beseffen dat natuurlijk ook van de andere zijde, wij zullen moeten kijken om geld binnen te halen, om een enorm gat dat is geweest vanaf 2012 naar nu, om dat te lichten. We lezen ruim 1,2 miljard heeft het land minder verdiend vanaf 2012, dat is meer dan 6, 7 miljard SRD. Dus ergens moet dat geld vandaan komen, los van leningen, los van grens. Wij moeten in de sectoren waar we enorm veel potentie hebben in dat geld gaan halen. Ik zeg visserij, ik zeg agrarische productie, ik zeg toerisme, minder toerisme maar absoluut. Maar ik zeg ook Lanti, regering, minister van NH, minister van Justitie, van Defensie. Er is geld dat bogo wordt verdiend daar in het achterland, onder andere met goud. Daar praat ik nog niet over diamant, want u denkt dat diamant alleen maar in Nigeria is en in de Afrikaanse landen. Hier wordt er ook een diamantenproductie langzaam maar zeker ontwikkeld. En mensen exporteren al. Dat geld vloeit niet naar de kas van de staat. Dat geld vloeit naar de vrienden en vriendinnen die we in die sector hebben. En ik zeg, en ik zal mijn regering dwingen, nog meer motiveren, want de plannen liggen daar, maar we zullen niet langer moeten kijken naar plannen. We zullen moeten uitvoeren om het geld ook daar te gaan halen, omdat we veel te veel geld missen, ook op de haven, ook qua belastingen, bij bedrijven.
die we nodig hebben om die samenleving en de mensen verder te gaan ontwikkelen. Melvin Bouva is ervan overtuigd dat de investeringen gedaan door de vorige regering Bouterse in de goudmijnen IAMGOLD en Suurgoud de vruchten zullen afwerpen rond 2020. Het is een vrij kritische, maar heel scherpe vraag die u me daar stelt, politiek ook scherp. Ik denk dat meneer Santokki, meneer Somoharjo, wie zien we nog meer springen, meneer Castille en de mensen van DA 91, allemaal stuk voor stuk op een bijzondere manier zijn afgewezen de afgelopen verkiezingen. Even goed weten dat het politiek nu niet opportun is, ook niet voor hun, regeermacht te verwerpen, nu op dit moment. De uitdagingen zijn groot financieel. Niemand moet denken dat als je Bouterse weghaalt en Somoharjo zet, of Bouterse weghaalt en Brunswijk zet, of Santokki zet, dat alle problemen één keer verholpen zullen worden. Niemand moet dat denken. De problemen in het land, de uitdagingen waarvoor staan, zijn fundamenteel. Hebben te maken met de problemen die dezelfde oude politiek hebben laten liggen, 15 en 20 jaar geleden toen zij daar waren. Dus ze gaan het ook niet in één keer kunnen veranderen. Dus ze kunnen met 100.000 mensen lopen, nu is het een paar honderd mensen, maar ook al komen ze morgen met 100.000 mensen op straat, het gaat het probleem niet veranderen. Wat ze wel zien, is dat ze politiek gezien de regering nu wel moeten schaden, door allerlei acties, want Bouterse mag niet ongestoord en rustig regeren. Om het land langzaam maar zeker met ons allemaal, want dat zijn ook Suriname. Dus ik nodig ze ook uit om met ons te zitten. Welke wetten moeten we aannemen? Wat moeten we doen? Maar Bouterse mag niet regeren om het land weer op spoor te zetten. Want dat betekent een enorme verkiezingsvoorsprong voor 2020. Waar ze wel vanaf 2020 aan de macht willen zijn voor Gotakbaga. Van ja, jullie weten waar op straat, allerlei rigeripsa. Het is niet gelukt, maar nu te konden in 2022 en 2023 zien we hoe de investeringen die er wel zijn gepleegd in de afgelopen 5 jaar tot 10 jaar zijn vruchten afwerpen. Goed en belangrijk voor Suriname, maar politiek om op ei. Politiek moeten we heel scherp en heel kritisch daarna kijken. Dat er ontzettend veel investeringen zijn geweest nu. We hebben één ding jammer genoeg niet meegehad en dat is jammer. En ik moet zeggen, geen enkele regering is foutloos. Ook mijn regering heeft niet foutloos geregeerd. Laat me zeggen, mijn regering gewoon vrij vertaald. Weet dat toch? Ja. Eén ding hebben we niet meegehad. Want niemand kan zeggen dat het beleid in 2010, tussen 2010 en 2015, op een behoorlijke koers was. Het verkiezingsresultaat ligt daar. Wat we niet hebben gehad, zijn de inkomsten die gepaard zijn gegaan met de investeringen die zijn gepleegd. En sommigen zeggen van ja, maar if you have money, moet je dat niet uitgeven. Of als je niet zeker bent dat je dat geld zou blijven krijgen, moet je dat ook niet uitgeven. Je moet blijven sparen. Dan zeg ik ja, daar sta ik open voor dat we misschien in ons enthousiasme en de noodzaak die er is in het veld van luisteren, one osso, one stroom, one watra, we willen scholen in het binnenland, dat we scherper en kritischer naar die internationale ontwikkeling van de prijzen hadden moeten kijken, om mede op basis daarvan onze planning en onze uitvoering af te stemmen. Dat is onvoldoende gebeurd, waardoor je een situatie hebt waar je uitgaven ontzettend onder druk komen te staan door de inkomstenderving die daar tegenover staat. En dat is de kern van het probleem. Niemand moet zeggen dat Bouters heeft gestolen, Abrams heeft gestolen, Bouva heeft gestolen, Misikaba heeft gestolen, of wie dat ook heeft gestolen. Met verontschuldiging de wenkbrauwen. Want 1,2 miljard kan de hele club van de oude politiek ook niet stelen. Dus ze moeten ook niet zeggen dat dat gestolen geld is. De feiten en de cijfers zijn duidelijk, liggen daar. En ik geloof dat we eerlijk moeten zijn naar elkaar toe. En toch wel moeten proberen om vanuit niet alleen die eerlijkheid, maar gewoon het feit dat we Saranaman zijn, man. Ja. Dat we met elkaar moeten zitten, hoe komen we eruit? Okay. Nu is het geen tijd om politiek te brengen. De Health Promotion South Africa Trust, die zich in Zuid-Afrika sterk maakt voor preventie in de gezondheidszorg, is van plan om samen met BNR Healthcare een aantal gezondheidseducatieprojecten in Suriname uit te voeren. U hoort Harold Robles en Mariska van Heijdoorn hierover.
gaat om de, ja, het gaat, ja. Eigenlijk, het gaat eigenlijk niet alleen om Kaapstad, het gaat om heel Zuid-Afrika. Ja. Er zitten 49 miljoen mensen, maar waarvan 75% van de mensen wonen in townships. Ja. Zonder water, zonder elektriciteit, zonder toiletten. Ja. En in die townships brengen wij onze educatie, onze gezondheidseducatie. Omdat we vinden dat heel veel ziektes te voorkomen zijn, eenvoudigweg door educatie. Ik wil weten hoe het in Zuid-Afrika zit. Is het dat men daar ook de mogelijkheid heeft tot vrij geneeskundige behandeling? Dat heeft men, maar u moet zich voorstellen, in de townships zijn er geen doktoren meer. Na apartheid zijn de doktoren verdwenen. Ja. Zijn er geen klinieken? Er zijn klinieken waar mensen naartoe kunnen gaan, maar die moeten soms dagen wachten voordat ze geholpen worden. Ja. Dus heel veel mensen gaan dood aan ziektes die eigenlijk te voorkomen zijn geweest als wij die infrastructuur hadden. Ja. Dus totaal, je kan het niet, ik heb gisteren duidelijk ook begrepen van minister Pengel dat het een totale andere situatie is. Kijk, ik ben al heel veel jaren niet meer in Suriname geweest, dus ik ken de infrastructuur niet. Maar toen wij gisteren foto's lieten zien van de township, maakte de minister het ook duidelijk dat Suriname geen townships heeft. Het zijn waar miljoenen van mensen wonen, zonder water, zonder elektriciteit, zonder toiletten. En daar groeien kinderen op die de toekomst zijn van het land. Ja. Dus die moet je eerst verzorgen om ervoor te zorgen dat ze strakjes een toegevoegde waarde zijn, een toegevoegde waarde hebben voor de economische groei van hun land. Ja. Dus hoe gaan we dat doen in Suriname? Nou, dat is het mooie. Ik zie mijn bezoek aan Suriname dankzij Mariska en Kathleen Ferrier als een soort fact-finding mission. Hoe kunnen wij wat wij in Zuid-Afrika al zo lang succesvol doen, zodanig aankleden dat we het hier kunnen uitvoeren? Het zal moeten worden aangepast, want de cultuur is anders, de taal is anders, de gebruiken zijn anders. Heel eenvoudig, een kind kan de was doen. Het gaat om vrouwen, voornamelijk vrouwen, hè? Want wij trainen per jaar en certificeren per jaar tussen de 15 en 20.000 mensen, waarvan 85% vrouwen zijn, die een diploma krijgen na 2-3 maanden educatie, hoe held te gaan promoten. Ja. Health promoters hebben we nodig. Ja. Wat is de bedoeling? Wat gaat er gebeuren? Ik bedoel, Robles, Harold heeft daarnet aangegeven van nou kijk, zo willen we bezig zijn, maar u gaat de kar trekken. Nou, dat gaan we samen doen. Ja. Wij wachten dat nu. Zij moeten trekken. Nee, we doen het samen. Ja. We wachten nu eigenlijk op het ministerie. Mm-hmm. Want zij willen het vanzelfsprekend na de presentaties gisteren het intern bespreken en kijken waar het in Suriname al dan niet toegepast kan worden. Ja. Komen er nog meer presentaties? Ja, ik heb onder andere ook een gesprek met mevrouw Jennifer... Jennifer Vrede, die is de voorzitter van de vaste commissie Nationale Assemblee op het gebied van gezondheid, dus die wil met vreedzaam. Jennifer Vreedzaam. Die heeft mij gisteren geschreven dat ze heel graag met mij wil praten om te kijken hoe de curricula die wij gebruiken ook in het binnenland toegepast zou kunnen worden. Dus daar is morgen een meeting mee. Ja. Ik heb zelf diverse gesprekken gehad met allerlei stichtingen die hier zitten, ook non-governmental organisaties. En kijk en zoek naar mogelijkheden van waar kunnen wij, met wie kunnen we samen gaan in samenwerking met BNR, om te kijken en hier een groep die het... Ik ben ook heel eenvoudig in Zuid-Afrika begonnen, 15 jaar geleden, waar we maar 250 mensen per jaar trainden. En dan waren we hartstikke blij. Nu zijn het er 20.000. Ja. Ik wil weten, hoe goedkoper kan het zijn voor de gezondheidszorg als we de preventie echt ter hand nemen? Waanzinnig, meneer. Ik ga niet in cijfertjes, want ik heb geen flauw idee wat de cijfertjes van Suriname zijn. Maar je kan zoveel besparen. Wij denken allemaal aan cure. Ook in Nederland. Belachelijk wat we uitgeven aan preventie. Zo klein beetje. Maar zoveel aan nieuwe ziekenhuizen, apparatuur, medicijnen. Ja. Terwijl je met preventie veel meer kan bereiken. Ja. Daar gaat het om. Hoe belangrijk is het voor uzelf om toch weer in Suriname bezig te zijn? Het is ontzettend belangrijk, want op een gegeven moment... Voor u als persoon? Ja. Ook persoonlijk. Ja. Kijk, mijn broer zegt het zo mooi. Hè? Hij zegt, onze ouders hebben ons een geweldige jeugd gegeven, maar één ding hebben ze verkeerd gedaan. Ons uit Suriname te halen. Ik begrijp dat in de tijd moest voor educatie, gingen naar Nederland toe. Mijn vader kreeg ook een betere baan in Nederland aangeboden. Maar om nu terug te komen vind ik het gewoon een eer en bijna tot het emotionele toe. Ja. Dat je toegevoegde waarde terug kan geven aan het land waar je geboren bent.
En het is zo ontzettend noodzakelijk. Wat ik hier heb gezien, ik ben 25 jaar hier niet geweest. De ontwikkelingen zijn waanzinnig. De Surinamers moeten blij zijn. Ja, Surinamers moeten blij zijn. Moeten blij zijn wat je hebt meegemaakt. Ja, ondanks een moeilijke periode waarin... Ja, maar iedereen heeft het moeilijk. We moeten positief blijven denken. Kijk, als je negatief gaat denken, dan kom je in een negatieve spiraal terecht. Ja. Als je positief denkt en je de schouders onder doet... Mm-hmm. Ik heb nog nooit zoveel ontwikkeling gezien in 25 jaar. Ja. Dat is onvoorstelbaar. Ik neem mijn petje af. Een grote demonstratie in de hoofdstad van Brazilië is uit de hand gelopen toen de politie traangas gebruikte en de demonstranten met speren begonnen te gooien. Duizenden inheemse bewoners van de Amazone waren naar het regeringscentrum gekomen om te protesteren tegen het binnendringen van hun leefgebied in de jungle. De verschillende stammen zeggen dat de grenzen van hun grondgebied regelmatig worden geschonden door houthakkers en boeren. De demonstranten hadden zich in traditionele kleding en met speren verzameld voor het regeringsgebouw. Het protest begon vreedzaam, maar op enig moment sloeg de vlam in de pan. Betogers schoten met pijlenboog en gingen de politie te lijf met speren. Enkele demonstranten zouden gewond zijn geraakt door rubberen kogels van de agenten en het inademen van traangas. De politie heeft zeker 4 mensen gearresteerd. Het drinken van een biertje of een glaasje whisky wordt voor de Indiërs in India steeds moeilijker. Vorige week besloot het Indiase opperste gerechtshof om de verkoop van alcohol te verbannen in een straal van 500 meter van snelwegen. En dat betekent dat tienduizenden drankwinkeltjes door het prompte verbod gesloten zijn. Het verbod zal evenwel de inkomstenstroom verminderen die tenminste 25% bijdraagt aan de staatskas. Ook zal de financiële discipline van de federale overheid bemoeilijken omdat het de buitenlandse investeringen naar de derde grootste economie van Azië wil lokken. Het verbieden van alcohol wordt steeds meer gezien als een manier om stemmen te winnen in een land waar whiskyverkoop de hoogste in de wereld is, dronkenrijden een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen is en overmatig drinken een probleem is. Maar de maatregel loopt tegen de stijgende staatstekorten en de aspiraties van de federale overheid om de schuldenratings van het land te verbeteren. De Amerikaanse president Donald Trump is er nog steeds vol van dat de muur gebouwd zal worden, daar het nu onwaarschijnlijk lijkt dat het congres met de nodige middelen over de brug zal komen. Het Amerikaans congres moet tegen vrijdagavond een nieuwe begrotingswet aannemen om een zogenaamde government shutdown te vermijden. Bij zo'n shutdown wordt een deel van de overheidsdiensten stilgelegd, iets wat de Republikeinen willen vermijden. Trump had gehoopt dat in de begrotingswet geld voorzien zou worden voor de bouw van de muur op de Amerikaans-Mexicaanse grens, één van zijn belangrijkste campagnebeloftes. Maar de Democraten dreigen ermee het hele begrotingsakkoord te kelderen als er geld voor de muur in wordt voorzien. Trump zei gisteravond aan journalisten dat hij zou aanvaarden als het geld voor de muur niet in de begroting zou worden opgenomen. Op Twitter beweerde hij gisteren echter het tegendeel. De muur wordt gebouwd, 100% zeker, verzekerde Trump ook aan de journalisten. Hij zei dat het snel zou gebeuren en binnen zijn eerste ambtstermijn. We zijn al aan het voorbereiden. We maken plannen en beschrijvingen. We werken hard aan de muur en de muur zal gebouwd worden. Dames en heren, ik dank u voor uw aandacht. We zijn gekomen aan het eind van deze Nieuws 1-uitzending. Een fijne dag voor u.